Zet een pulp in en dus die vrucht wordt ook wel een stinking toe genoemd. Hier dat een stinking toe is. Stinking toe. Dan gaan we even kijken als hij. Hey. Oké, okay, kijk het even. Dan zie je waarom hij stinking toe. Ja, zo, je hebt gezegd dat we even filmen. Dat is dus een ander soort, zijn twee soorten. Die alg heeft bladgoedkorrels, kan dus aan fotosynthese doen. En die schimmel, die breekt dood organisch materiaal. En hun weefsel is zo, laten we zeggen, verweven in elkaar, dat ze dus korstmassa vormen. Toch? En op het moment dat je deze vlekken ziet, dan weet je dus dat het niet genen zijn. Sommige landen is dit een indicator hoe de luchtkwaliteit is. Sommige lichenen kunnen niet voorkomen als de lucht gevuld is. Dus zo hebben biologen ontdekt dat bij afwezigheid van bepaalde lichenen dat de lucht niet van goede kwaliteit is. Oké? Okay? Goed, dan gaan we verder. Kom in. Ja. Oh shit. Oh meneer, er zijn bijen. Meneer, er zijn bijen, er zijn bijen. Hij is klaar, hij is klaar.
Cashew! 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 Okay, we had any bomb flavor. Cashew. Let's put for the key. Here, here. I can see it here. But it's not for her. Push it in, you know, I find it. It's in it. Dat is wat keel of oranje is, dat is een scheen vrucht. Deze is heel erg sappig. En die echte vrucht, dat is deze hier. Die schil is giftig, hè. Dat moet je nooit eten. Dus als je het wil eten, dan is er eerst een heel proces vooraf. Je moet het roosteren en zo. Ambulerende orchidee, komt niet vaak voor hoor. Waar meneer? Hier, ja. Daar boven. Wat zie je die oude? De Monstera, meneer? Mensen, dit moet je zeker hoor. Wat leuk hoor. Termieten. Maar met dit hier. Termieten afvinken. Dit is Tingy Money. Tingy Money. Wat is Tingy Money, meneer? Take het geld. Amon is zo lang. Dus ik heb een beetje touw, zo wat gemakkelijk brandbaar moeten zijn hoor. Maar ik heb het wel goed. Het doet. Oké, als je Protium Guyanensis zoekt, Guyanensis, dan ga je hem vinden. Protium Guyanensis. Hey man.
Miro. Er zijn bladeren en een neus. Kijk hier, op hier. Dat die Miro is die nog eens komen. Dat is zo'n patroon. Tuurlijk. Alle tong aan je. Ah? Dat is goed, maar ik ja, die kan gewoon. Ja, dat gaat door die. Ja, je mag, draaien, je mag hier steken. Hou van hem. Ja. Hou voor hem. Okay. Oh, dus je moet dan, je mag op de beurt hoor, dus steken naar beneden en dan draaien. En dan ga je dus leggen hier. Ja, dus nou, steken, of niet. Steken. Je moet helemaal vol zijn. Ga je die bodem laag hoor. Wat is dat? Dus een van onze beste werkers. Je voorouders moesten dit doen. Jezus, man. Ik ga je zuren naar je plantage. Racevelden, racevelden met jullie. Die is never finished. Straks heeft zijn rug gedaan. Goed zo, goed zo. Damn. Crazy hoor. Gewoon door te gaan. Oké. Oké, dus dan gaan we nu. Nee, dat gaan we niet zo doen. Leg op. Pas op. Ik heb het al voor je glasjes gemaakt. Nee, je hebt A0, A1, A2. Ja. Maar ik heb het gezien, ik heb het op Google gezien. Ik heb gestuurd die dag van die repetitie. Die dag van die repetitie. Die zullen we dat keer eten. Ja, zie je mensen ervan aan. Crazy. Ze kunnen wel geen warm vinden of iets als zo. Is dat halve meter? Oké, trekken. Goed zo. Dat is een beetje buikspier. Ja, dan had je daar een beetje kan. Zie je, dit is die verzamelaar. Ja, dat is wel donker. Ja. Donkerder, dus dan spullen die mineralen gaan dan hier zetten. Oké? Okay? Mensen op de savannes, weet je toen water moest, voor dat water heen moest gaan? Oeps. Het water kan niet weg, omdat er een soort harde onderlaag is. Ook vanwege dit feit, dus dat mineralen spoelen en blijven zich ophopen. En die laag, die harde laag, dat ontstaat in de bodem, in de oerbank. Dus als dat water door die grote korrels heen slijpt, zeepel, dan heb je een verticale stroming. Sorry, horizontale stroming en dat gaat naar de kreken. Of naar hier. Hier. Gaat dan naar de kreken, waardoor die kreken donker zijn, toch? Wanneer? Kijk hier. Maar ik boem. Wat is de temperatuur? In Anomie. Ik heb een bril nodig. Niet in de haven. Zie je? Wat voor reis, no? Feestje. Oké, het blijkt mensen dus dat die waterlaag alleen in de bovenste laag is. Toch? Omdat daar die mineralen nog zitten. Die waters hoeven niet verder te gaan. Waar die mineralen allemaal zijn uitgespoeld. Als je dit goed kijkt, dan is hij ook een beetje koor. Hier is het een beetje koor. Oké, dat was het. Pinapala, waar we die acai. Acai. Pina, ja, die daar. Doe je het daarvan? Olé, olé, gracia.
Is het van die van? Waar is het van? Het is van die van. We zijn hier met meneer Farouk. Ja, Farouk. We zijn hier met meneer Lee. Meer bekend als Snacky Chen, Snacky Chen. Yes. Je bent. Je zou met meneer Shaden. Meneer Shaden. Dat zijn naar poepen reken, wacht. Hij was transgender. Hey, hij is het nog niet. Hij blijft niet opkleden. Zie je? Zomaar weer body, zomaar weer body. Kijk hem. Zomaar weer body. Hij blijft niet afleren. Ik moet aan je lichaam afleren. Wacht, mensen, kom hier. Handje. Kijk, wacht, die hebben we meer. Kijk wat er is. Slagveer. Wat heb je vandaag geleerd? Hey, geef mij die kamer. Wat heb jij vandaag geleerd? Ik keer het om, geef mij die kamer. Zo, goedemorgen. Eigenlijk goedemiddag. We zijn nu hier met de Slagveer. Zo, Slagveer is nu in het Sapana landschap. We zijn back hier weer met een nieuwe video. DDIHO. Dit doe ik in het onderwijs, snap je? En ja, zoals jullie zien, kijk, we zijn hier met onze klasgenoten. Ik zal enkele vragen stellen. De eerste vraag voor meneer Schipper. Wat vraag ik deze eerst stellen? Wat vraag ik die jou? Oh, wat is het meer voor sap? Saps. Oké. Kijk daar. We zijn nog niet klaar. Wat is het meervoud van lui? I can see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight. Baby, that's just fine. Don't know what I'm doing. Feel like I am going crazy. Keep it down. You look good, you know it. I can tell you're soaking up all of it now. Hey, hey, hey.
Listen to what I say, say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Listen to what I say, say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Find your loving baby, baby you.